Yo guys, Job hier, een keer de tuber. Holy shit, ik bevind mij momenteel op het YouTube kanaal van Tolkan. What the fuck? En jongens, hoe kan dit? Nou, het is heel simpel. Ik en Tolkan zijn op vakantie geweest naar Mallorca. En toen heeft hij mijn laptop gebruikt om daar een video van zichzelf te uploaden. En jongens en meisjes, hij heeft daar geen toestemming over gevraagd. Maar hij heeft gewoon mijn laptop gebruikt. En weet je wat ik dacht? Ik dacht van prima. Als hij zomaar mijn laptop gebruikt, zomaar inlogt, zomaar dingen gaat uploaden, vind ik helemaal prima. Maar dan ga ik hem terugpakken. Wat heb ik namelijk gedaan? Ik heb zojuist de duivel gewhatsappt. Het 666 nummer. En ik heb gezegd, bel mij op. We gaan even een afspraak maken om die motherfucker Tolkan als gamer terug te pakken, jongens. En ik heb gehoord dat als iedereen op dit YouTube kanaal van Tolkan abonneert, dat Tolkan binnenkort ook verboden nummer, een keer gewoon voor de grap een verboden nummer gaat bellen. Dus jongens, ik heb mijn telefoon klaar liggen. En er kan elk moment gebeld worden door de duivel. Ik ben een beetje zenuwachtig, want het blijft natuurlijk wel de duivel. Oké, jongens, dan zul je hem hebben. Daar zul je hem hebben, jongens. Het 666666 nummer. Oké, jongens, er is maar één ding wat ik op dit moment ga doen, dat is opnemen. En ik ga tegen de duivel vertellen dat hij het YouTube-kanaal van Tolkan moet verwijderen. Hallo? Oké, dus hallo met DutchTube. Oké, luister. Ik ben dus momenteel ingelogd op het YouTube-kanaal van Tolkan. Tolkan is gamer. En ik vind dat jij zijn YouTube-kanaal moet hacken en moet verwijderen. Weet je dat zeker, DutchTube? Dat wil ik 100%, oké? Dus doe dat, oké? Oké, dan ga ik dat voor je regelen. Oké, dankjewel. Graag. Jongens, dit is misschien wel de laatste video op het YouTube kanaal van Tolkan. Want jongens, het gaat verwijderd worden. De duivel zal dit YouTube kanaal gaan overnemen. En weet je wat? Ik moet nog even iets met de duivel overleggen. Dus ik ga even kijken of hij me nog één keer kan bellen. Gewoon even voor de zekerheid. Ik vind het wel belangrijk dat hij het wel een beetje rustig doet. Hij moet niet zomaar in één keer. Hij moet wel even een aankondiging misschien op. Oké, kijk, daar is hij weer. Oké, dus duivel, luister goed, oké? Dus je gaat het YouTube-kanaal van Tolkan verwijderen, maar ik wil wel dat je hem even inlicht. Dus je moet Tolkan wel even connecten en even vertellen dat je zijn kanaal verwijdert. Ja, dat is prima. Dat zal ik voor je regelen, dat is super. Oké, dat is heel mooi, heel mooi. En wat vind je eigenlijk zelf van het YouTube-kanaal van Tolkan? Is op zich ook wel iets wat gewoon verwijderd mag worden, toch? Dan zijn we het met elkaar eens. Dan gaan we daarvoor zorgen. Nee, dat klinkt goed. Dankjewel. Oké. Dus jongens en meisjes, dat is wat er gaat gebeuren. Ik hoop dat jullie deze video nice vonden. Het was je boy DutchTuber op het YouTube kanaal van Tolkan. Doe een blauw duimpje omhoog, abonneer. En ja man, misschien dat Tolkan ook wel eens een keer een verboden nummer gaat bellen. Wie weet. Maar daarvoor moeten jullie dus liken, abonneren, blablabla, en comment achterlaten. Tot de volgende keer. Adieu.